Maxime Meiland heeft besloten om nooit meer aan te schuiven in de talkshow van Eva Jinek. Ze vindt dat Eva Jinek niet neutraal genoeg is als presentatrice. Dit besluit werd anderhalf jaar geleden genomen nadat Maximes moeder, Erika, hard werd aangepakt in de talkshow. Zowel Eva Jinek als medegast Chantal Jansen vielen Erika aan, waardoor de Meiland-familie er bewust voor kiest om andere talkshows te verkiezen voor het promoten van hun activiteiten. Maxime Meiland geeft toe in een interview met Weekend dat Eva Jinek voor altijd is afgedaan voor haar, net als Chantal Jansen. Ze vond het niet sympathiek hoe Erika behandeld werd in de talkshow. Maxime is van mening dat als presentatrice Eva neutraal moet zijn. Maar in plaats daarvan liet Eva duidelijk merken dat ze aan de andere kant stond. De journalist van Weekend merkt op, dus ze denkt dat ze moreel verheven is en weet wat goed is. Maxime antwoordt, vreselijk, precies dat. In het verleden lag Erika onder vuur omdat ze vrouwen in een boerka pinguïns noemde. Aangezien Maxime ook kritisch is op de islam, namen veel merken afstand van haar. Ze werd zelfs gevraagd door Emma Matrassen om afstand te nemen van haar moeder op Instagram. Maxime vond dit te ver gaan en vroeg zich af hoe ver ze zouden gaan. Ze beschouwt dit als een manier om zieltjes te winnen. Maxime geeft aan dat ze nu niet meer zou samenwerken met Emma Matrassen vanwege het bericht dat ze plaatste. Vooral omdat het geen lopende samenwerkingen betrof, maar uit het verleden. Jan Dijkgraaf, de biograaf van de Meilandjes, vertelt dat hij nooit overwogen heeft om de passage over pinguïns uit Erika's boek te halen. Tijdens het redigeren van het boek en ook bij Erika zelf waren er nooit alarmbellen afgegaan. Dit kwam waarschijnlijk doordat zij zijn opgegroeid in een tijd waarin Wim Sonneveld precies hetzelfde over nonnen zei in de jaren 60 en 70. Jan Dijkgraaf vervolgt in Party. In onze jeugd vonden we het heel normaal dat nonnen pinguïns werden genoemd. Vanuit die achtergrond heb ik de negatieve reacties op dat zinnetje in het boek niet zien aankomen. Ik had het kunnen voorkomen door het weg te laten, maar we hadden geen idee.